Ik krijg dus ruzie met mijn man, met mijn personeel, met mijn kinderen. Nou, dit weet ze al. Welkom bij ACTV. We zijn vandaag bij een heel bijzondere ondernemer. Ondernemster, puur. En ja, het is een raar type. Je moet het maar gaan zien. Maar ze heeft wel een aantal hele wijze ondernemerslessen. Welkom bij ACTV. Maar, als jij in de spiegel kijkt. Ja. Wie zie je dan? Oei. Oh. Ochtends of 's avonds? Mag jij kiezen? Als ik 's ochtends in de spiegel kijk, dan schrik ik. En wat ik dan zie is iemand die ik niet verwacht. Want ik ben zo omringd door allemaal Hollandse blonde mensen. Mm-hmm. Dat ik ben een soort wolfsjong. Ik denk dat ik ook zo ben. En denk ik van, nou, wat een zigeunerachtig rare mens zie ik daar. Je moet gewoon geen spiegels in huis hebben. Ja, als we het puur over uiterlijk hebben. Hè? Ja. Want ja, spiegel is uiterlijk. Jij geeft het antwoord, denk ik. Ja, denk ik van, wat een vreemde eend in de bijt. Mm-hmm. Okay. En dan wil ik bijna vragen wat jij hier ziet, maar dat mag natuurlijk niet zo. Zo werkt dit spel niet. Nee, zo werkt het spel niet. Mag wel, maar we gaan eerst even naar jou toe. Maar bedoelde jij in woord en daad, want je vraagt het natuurlijk omdat je denkt dat ik... Het is een open vraag en jij geeft het antwoord. Ja, ik ben een soort Pokémon. Ik heb heel veel verschillende gedaantes. Ik denk dat je dat een beetje bedoelt. Welke gedaantes ik heb? Allereerst ben ik natuurlijk een meisje uit Amsterdam-Noord. Die niet makkelijk is. Een beetje een opstandig type. Mm-hmm. Maar wel iemand die het goed meent. Grote mond, klein hartje. Dan heb ik een bedrijf. Daar ben ik wat keuriger in. Dan ben ik ook moeder. Ik geloof er niets van, maar okay. Goed, daar komen ze over. Dan ben ik moeder. Aardig, maar onvoorspelbaar. Mm-hmm. Wat ook misschien wel leuk kan zijn, maar ook soms vermoeiend voor de kinderen. Wat heb ik er nog meer? Het is allemaal heel verwarrend. Ik geef heel veel workshops. Dus soms ben ik foto-expert, mindmap-expert. Ik geef lezingen over social media. Dan ben ik daar weer een expert. En ik ben een feestbeest soms. Want ik heb een evenementenbureau. Dus gaat van party naar party. Ja, maar ja, meestal als ik aan het werk ben. Ik weet het. Soms sta je gewoon 3 uur te kleuren in de vrieskou. Ja, dan ben ik ballon aan het opblazen in de kleuren van Nuon. Ja, dat is de achterkant van de showbiz. Oké. Dus we gaan even terug naar je bedrijf. Puur Amsterdam. Ja. Dat is nu een groot evenementenbureau. Ja. Dat is groot? We hebben 8 man op kantoor. En we zitten boven een heel schattig bakkerswinkeltje aan het Singel. Mm-hmm. Dus dat is best wel de mooiste plek van Amsterdam, achter Hoppen. En dat is natuurlijk, het is niet giga. Maar het is groot genoeg om dingen los te laten. Ja. En ook om, te genieten van dat ik het eindelijk heb gehaald. Want dat is natuurlijk altijd weer het gevaar van het beginnende ondernemer. Ga je het redden na 5 jaar? Na 5 jaar, maar je bent nu 17 jaar bezig, dat geloof ik. Maar de tijd gaat snel. Ja. De tijd gaat snel. Hoe ben je daar ook mee begonnen? Je zat op de hogeschool in Holland. Ja. Wat deed je daar? Ik heb de opleiding Nationaal Gids gedaan. Mm-hmm. En dat noem ik zelf altijd een soort professionele triviantopleiding. Dan, als je die hebt gedaan, dan ben je heel goed in triviant. Dan weet je heel veel van Nederland, maar ook over klimaat en over kunst, architectuur. En je wordt echt klaargestoomd. Wat trok je aan in die opleiding? Waarom heb je dat genoemd? Omdat ik verliefd was op Nederland. Sorry als ik een beetje te fladderig praat, maar ik heb een Italiaanse vader. En wat je dan krijgt, we zitten hier allemaal met halfbloedjes en heelbloedjes in deze ruimte hier. Maar wat je dan vaak krijgt is dat je toch vaak soms de ene kant op neigt en soms de andere kant op neigt. En een tijdje ben ik heel erg die kant op gegaan. Als ik ook terugkwam uit Italië, ook helemaal in rauw, zwarte kleren. 3-4 maanden, ik wilde alles richting Italië. Ja. En plotseling zag ik het licht.
dat eigenlijk ik super, dat ik een super Hollandse Trien ben. Die erg tevreden is over het land waar, ja, waar ik leef. En dat ik graag mensen wil laten zien hoe mooi deze wereld is. Ja. Of klinkt dat de hippie weer? Ja. Hou me tegen als ik... Dat zo, ja, okay, ja. Hey, we gaan even terug naar... Je zat... je was aan het studeren en toen ben je ondertussen een bureau begonnen. Of was dat een... Ja. Nou, wat er eigenlijk is gebeurd... Ik heb... ik ben ooit begonnen heel hoog. Mm-hmm. En toen uiteindelijk door mijn fladder gebeuren ben ik gaan werken. Toen via een zijinstroom ben ik naar de PABO gegaan. Ja. Dat is ook niks. Toen dacht ik van, nou, moet ik mijn hele leven moet ik veters knopen van kinderen. Dat vond ik ook niet zo best. En ik diploma halen. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik was eigenlijk al gids in die tijd. Van nou, dat is gewoon mijn passie. Daar leef ik voor. Dat vind ik helemaal fantastisch. En dit is mijn roeping, mijn drang. En toen heb ik de nationale gidsopleiding gedaan. Via een 21-plus toets of zoiets. Ik weet niet meer precies hoe dat ging. En dat was appeltje-eitje. Dat was zalig. Dat was, En toen dacht je, oké, ik ben gids. Hoe kwam je aan je klanten? Ja, dat we leven dan in die tijd in 93, 94. Tijd dat het toch echt was van nou, ons kent ons. Ja. En advertenties zetten. Ja. En dan maar hopen dat iemand. Ja, brieven sturen. Ik kan me nog herinneren dat ik Unilever, een klant, dat ik die toen ook echt een brief heb gestuurd. En dat vonden ze zo fantastisch. Dat vonden ze zo mooi. Handgeschreven. Ja. En dat is nu echt een hele goede relatie, zoals. Vriendinachtige relatie geworden. Puur doordat, eigenlijk zouden we het nu dat meer moeten doen. Maar meer ambachtelijk. Nog steeds verbinden, toch? Ja. Het gaat om gunnen. En, ja. En ja, in die tijd was het gewoon, nu nog steeds, maar de olievlek uit te laten breiden. Mm-hmm. Mensen moeten toch van je horen en snappen dat het goed zit. Dat het goed zit. Je bent dat in je eentje begonnen? Ja. En toen? Hoe is die groei gegaan? In die tijd had ik kantoor vanuit huis. Ja. En dan met 1-2 stagiaires en een part-timer in dienst. Toen is dat groter geworden. Toen ben ik zelf verhuisd naar een soort niemandsland, Lamuiden. En dat was voor het bedrijf ook wel goed, want dan kun je wat meer concentreren, wat minder gefladderd. En toen hadden we ook heerlijke tijden vanuit de hangmat ondernemen, daar in de tuin. Maar in die tijd waren we natuurlijk ook nationaal. Hè? Dus dan was het helemaal niet zo erg dat je vanuit Amsterdam wegging. Ja. Toen heette het nog Nationaal Gidsenbureau. En wat we toen deden is vaak de klant grijpen door... Ja, men kwam omdat men een gids nodig had. Ja. En dan had ik een hele goede gids, maar ook gelijk een heel mooi programma eromheen. En daar greep daar ze eigenlijk mee. Daar zit jouw kracht om dat hele programma te verzinnen. Ja. Ja, en dan hebben we het nu over de jaren 2000, 2001, 2002. Ja. En dat ging goed. Freelancers, wat je al zegt, partners. En flexibel, wendbaar en lean, mean. Dus geen event machine. Geen vaste kosten bijna. Bijna niet. Ja, hoogstens misschien drukwerk. Wat in die tijd dan was. Hè? Nu doe je het anders. Ja, dat is een grote klant. Ja. En heel trots als je dan je factuurpapier kreeg. Dat is een mooie tijd. Mooie tijd. Ja. Hm. Dan komt er een moment dat je eerste personeelslid echt in dienst gaat nemen. Wat wordt te veel, want jij bent altijd aan roet. Ja. Buiten, hoe was dat? Nou ja, dat is een stap. Ik kan me herinneren dat het personeelslid wat ik in die tijd had, dat was een part-timer. Leuk mens, wat je ook scherp houdt. Dus je zag gelijk al de voordelen, maar het is natuurlijk heel eng. Ja. Ook doordat je een basis hebt van stagiaires, ben je ook gewend dat alles van voorbijgaande aard is. Ik ben best wel een... Constant een soort moeder om iedereen op te voeden en te leren. Nee, dat moet je niet zo doen. En zo. En wat ik ook vind is... ik hou wel van verandering. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel lekker, dat mensen kwamen en gingen. En als je dan iemand in dienst hebt, dan moet je daar toch wat voorzichtiger mee omgaan. Ja. Je mag niet hard met de deuren staan. Ja. Okay. Je mag niet te veel...
Maar hoe is dat nu dan? Want nu heb je een hele rit personeel. En, ja. Nou ja, wat er gebeurde op een gegeven moment, mijn man die, ik heb een soort kakker als man. Hij totale... ziet dit ook, hè, straks. Ja, weet ik, maar hij weet dat hij dat is. Ja. Heel ander soort mens als ik ben, die stabiel is. Mm-hmm. Ik ben dan de fladderaar, de creatieve noot. En hij is heel stabiel, houdt van Excel-sheets en dat soort dingen, mannen, woord en woord. En die is er op een gegeven moment bijgekomen. En dat was gewoon de meest fantastische combinatie die je maar kan bedenken. En nu is hij eigenlijk meer van het begeleiden. En ik ben meer van het... Jij bent meer de buiten... Ik blijf de stokenbrand. Ja. Ik blijf degene die de boel rijdt. Maar je man is er pas bijgekomen? Twee jaar geleden. Dat is natuurlijk een hele andere stap weer. Dat is ook een interview op zich. Hij had een baannemer aan. Wat hij toen had. Hoe gaat dat dan? Hij was young potential bij een of ander groot bedrijf. Mm-hmm. Echt tevreden leven met de juiste mobieltjes en snelle auto's. En veel adoratie omheen. En op een gegeven moment toen... is hij een zelfondernemer geworden in de bloemenwereld. Want hij is een bloemenman uit Aalsmeer. Ja. En dat heeft hij verkocht. En toen dacht hij van, ja, eigenlijk ben ik al... Hij was al die jaren toch altijd een beetje aan meekijken en meehelpen. Ja, je leeft toch in één huis. Ja. En hij zorgde dus in die tijd ook al voor alle stabiliteit. En alle facturen en... Hij was eigenlijk als freelancer hij was al betrokken. Ja. En op een gegeven moment dacht hij van, ja, het is nu of nooit. Ja. Soms moet je gewoon de stap nemen. En toen hij erbij is gekomen, toen hebben we eigenlijk de roer omgegooid. Want internet heeft toch de wereld veranderd. Ja. In die tijd zijn we toen van nationaal naar plaatsgebonden gegaan. En nu heet het Puur Amsterdam. En Puur Utrecht gaat binnenkort van start. Maar dat weet nog niemand behalve jullie nu weer kijken. Puur Leiden, puur Dubai, puur Marrakesh. Maar dat is dan toekomstmuziek. Ja, je wil je geld kwijt. Ja. Puur Dubai. Ja. Ja. Nou, dat is voor de kinderen. Maar dat hebben we toen gedaan. We dachten van, internet maakt toch meer kapot dan je lief is. Maar maakt de wereld ook mooier. Mm-hmm. En men kijkt nu anders naar evenementen. Men gaat niet meer vragen bij de koffietafel van, heb jij de laatste tijd nog een leuk uitje gehad? Men wil in zijn eigen rustige omgeving googlen. Ja. En dan misschien via internet horen dat iemand goed is. Ja. En heel misschien nog horen van iemand op de afdeling, maar eigenlijk niet. En dan google je een plaats. Ja, en je doelgroep is veel te breed. En dan wil je niet met een nationaal bedrijf. Dan wil je gewoon iemand die expert is van die plek. Ja. Ik ga even terug. Want ja, graag. Jouw bedrijf, jouw mensen om je heen. Ja. En op een gegeven moment komt daar je eigen echtgenoot binnen. Ja. En zegt, nu gaan we het anders doen. Of nu gaan we dat anders structureren. Hoe is dat? Ja, dit gaat langzaam de Dr. Phil kant op natuurlijk. Ja. Maar het... Ik word al een beetje koud. Ja, ja, het is aan de ene kant is het magisch. Is het geweldig dat het lukt. He, wat ik al zei, dit is fantastisch dat twee zulke aparte mensen elkaar kunnen vinden. Ja. He, dat was al heel magisch toen we elkaar ontmoeten. He, dat iedereen dacht van, nou, die twee, dat past totaal niet bij elkaar. En dat het toch werkt. He, liefde overwint alles. Ja. Maar in het begin moet hij natuurlijk zijn draai vinden. Hij moet weten dat wat hij doet, dat ook... hij moet zich ook gewoon lekker voelen in wat hij doet. Ja. En... nu is het zelfs zo gegroeid dat hij zelfs sneller en beter is in dingen dan ik. Okay, maar en dat is wel gaaf. Op een gegeven moment, er komt een moment dat je dingen moet loslaten. Van, oké, dat regelt Edward en daar ga ik me niet meer mee bemoeien. Ja. Is dat makkelijk? Voor mij was het makkelijker, omdat het zo was dat... We hadden allebei ons eigen leven, we hadden ook nog een gezin... Waardoor sommige dingen ook gaan hebben. Ja, waardoor sommige dingen ook elkaar bijten. Ja. Hij moet van hot naar her en ik moet van hot naar her. En doordat we de keuze hebben gemaakt om dat samen te doen... kun je wat meer communiceren onder vier ogen.
Ja. Van, en meer stuivertje verwisselen, wat de thuissituatie betreft, maar ook wat het werk betreft. Je hebt aan de ene kant natuurlijk aan de halve woord genoeg met elkaar. Ja, nou, wat wij doen is natuurlijk ook dag en nacht. Dag en nacht. Ja. En dat is juist wel heerlijk, maar dat is ook wel het gevaar. Dus het gebeurt ook wel eens dat je elkaar eens in de week ziet. Ja, bizar. Ja, ja, ja. En dan nog, terwijl hij aan het slapen is en ik net wegloop en andersom. He, dus dat, dat jullie nooit elkaar echt zo in de ogen zien. Zo hondel, hebben jullie een soort nou ja, laten we daar niet te ver op ingaan. Maar dat hoort erbij. Mm-hmm. Dat hoort erbij. Ja. Ja. Maar waar staat Puur over 5 jaar, 10 jaar? Mag het 2 jaar zijn? Nee. Oké, okay, vijf jaar. Oké, okay, wishful thinking zou zijn dat we... Dat is de vraag. Aan de ene kant zou ik zeggen, over 5 jaar ben ik al tevreden als we in ieder geval het gevoel wat Puur Amsterdam teweeg brengt, als we dat nog meer hebben uitgestraald. Hè, dus dat mensen ook weten van, nou ja, als iets op Puur wordt georganiseerd, dan is het gewoon vanuit het hart, het is goed. Het is door iemand geoffreerd die daar... een goed gevoel over heeft en weet dat iets goed is. Daar ben ik al blij om, dus als de naam staat. Natuurlijk wil je altijd beter, sneller, leuker, heftiger. Dus laten we zo zeggen, over 5 jaar... dan hebben we 3, 4 mooie plekjes in Nederland... waar we dan hetzelfde gevoel hebben wat we nu met Puur Amsterdam hebben. Mm-hmm. En dan hoop ik gewoon Puur Utrecht, Puur Leiden. Maar wat is dat, territoriumdrang? Of waarom nee, dat is, per dat se is... Amsterdam uit? Of... Ja, het is territoriumdrang. Ja. Het is het vasthouden. Maar ook rust, roest. Als je altijd weer hetzelfde... Alleen het idee dat je over 5 jaar precies hetzelfde doet als nu. Je doet dit al 17 jaar... Ja, maar ook weer niet. Ja. Ook weer niet. Want in het begin waren we natuurlijk een gidsenbureau. Ja. En nu doen we congressen, themafeesten. Het is klein en groot samen. Terwijl toen vooral klein was. En dan wil ik niet zeggen dat we nu beter zijn. Want eigenlijk vind ik nog steeds dat als je iets kleins doet, dat het veel moeilijker is. Uh-huh. Veel moeilijker ook om al die rareltjes soepel te laten verlopen dan een groot event. Een groot event is gewoon goed voorbereid en dan loopt het gewoon. Dan hoef je eigenlijk alleen maar in de ronde te lopen. Weet je wel, deze ruimte geregeld, staan ze buiten te boren. Ja. Nou, dat regelen we dan. Huppatee, regelen we. Amsterdam, huppatee, ja. Lekker ontbijtje geregeld. Ja. Het gaat om de kleine dingen. En hoe kleiner de groep is, hoe moeilijker dat is. He, want dan heb je ook echt met karakters en persoonlijkheden te maken die elkaar moeten leiden. Dan zoekt men toch elkaar wel op en dan wordt de dag toch wel geslaagd. Ja. Ja. Maar waar sta je nou over 10 jaar? En over 10 jaar, dan ben ik al 51. 51. Over 10 jaar, eigenlijk wil ik op mijn 84ste nog steeds dit blijven doen. Minimaal. Tot mijn 84ste wil ik deze adrenaline voelen. Ja. En wil ik dit nog steeds blijven doen. En net zo versnipperd en fladderig en passievol als ik het nu doe. Dus, want ik heb mijn roeping gevonden. Ja. Die drang die zit erin. Als ik, je hebt hem gecreëerd. Ja, als ik nu naar Amsterdam ga, dan zinkt mijn hart al. Ja. Maar waarom ben ik al zo niet blij. In Amsterdam dan? Ja. Ik zal eventjes... Ja, ik ben met een Aalsmeerder getrouwd. Okay. Ik ben met een Aalsmeerder getrouwd. En ik heb zo'n theorie dat je als vrouw zijnde altijd in de buurt van je schoonmoeder terechtkomt. Tenzij er economische belangen spelen. Mm-hmm. Hè, dus als iemand bijvoorbeeld uit Maastricht komt en hij wil liever naar het Westen. Ja, dan wil hij nog wel zijn schoonmoeder in de steek laten. Ja. Maar je bent gewoon de pineut. Maar hoe is de relatie met je schoonmoeder? Ja, ik lijk op haar. Ja, dat is een goed teken. Dat is een goed teken, ja. Ja. Maar dat is, ja... In principe is het te doen. Als de brug niet open staat, ben je hier zo. Ja, maar die staat... Altijd. Bij jou altijd. Die staat altijd. Ja. Ja. Maar ja, dat is... Wat is je mooiste event geweest tot nu toe? Ooit? Oh. Is er dat iets is al moeilijk. Zegt, net als je vraagt van wat is de mooiste muziek. Ja. Er zijn... momenten geweest dat je echt dik het kippenvel hebt. Ja. Het kan soms iets groots zijn. We zitten hier tegenover de beurs van Berlage.
Ik had vorig jaar had ik een event van RIPE. Met allemaal heerlijke dwarse denkers. En wat we toen hadden gedaan is een heel rare wereld gecreëerd. Donker, met allemaal lichtgevende plekjes bij de borrel. En uiteindelijk ging men naar binnen. En toen stond er in het midden een gevleugelde harpiste. Met een heel bijzondere act. Maar het kippenvelmoment was... toen op een gegeven moment na het eten een paar gordijnen open gingen en er allemaal computers waren uit de jaren 80. En die mannen werden allemaal kleine jongetjes. Nee. Jongen, die ze renden erop af. Dat was zo fantastisch. Wie verzint dat allemaal? Ik. Ja? Waar haal je dat vandaan? Onder de douche. Meestal onder veel de douche. Douche. Ja, veel douchen. Ja. Ja. Ja, het is echt zo. Dat is mijn, mijn moment. Mm-hmm. Onder de douche en net voor het slapen gaan. Dus dan zit je en denk van, hé, ik moet eigenlijk die kant op. Ja, dan zie ik het licht. Ja. Maar dan is het niet echt bewust dat ik aan het denken ben van, nou ja, dit wil ik. Dan zie ik plots in het licht. Ja. Over slaap gaan, waar lig je wakker van? Business-wise? Als je het verleden ziet, is het... Ik moet zeggen dat ik vaak slaap als een blok. Hè, dat ik bijna nooit wakker lig. Maar als je de afgelopen jaren ziet, dan is het toch vaak dingen niet lekker lopen. Mm-hmm. Een personeelslid waar je niet achterkomt wat er nu aan de hand is. Ja. En die erg vaak ziek is, bijvoorbeeld. Maar dat je weet van, nou ja, er speelt meer mee. Of dubieuze debiteuren hebben niet echt last van. Ja, dat was vroeger in het begin wel, maar daar lag ik ook niet wakker van. Een bakknuppel mee in... Amsterdam-Noord. Ja. Ik heb mijn connecties. Ja, daar lig ik ook niet wakker van. Waar ik wakker van kan liggen, is dat ik zoveel wil. Mm-hmm. En dat ik mezelf moet dwingen om te gaan slapen. Want als het aan mij ligt, ik ben een nachtuil. Het mooiste vind ik het gewoon om 4 uur 's nachts... om dan lekker in mijn eigen wereldje te zijn en de meest fantastische dingen te bedenken en speurtochten te verzinnen en nieuwe ideeën te doen. Dat is de valkuil. Dus dan lig ik niet wakker, maar dan zit ik wakker. Nee, maar goed, ja. Dan zit ik wakker. Ja. En dat is een beetje de valkuil ook van ondernemerschap. Dat je eigenlijk alles kan en alles wil, maar ja, je bent maar een mens. Soms moet je even slapen. Ondernemers zijn ook vaak mensen. Ja, toch wel. Wat voor soort mensen zijn dat? Je hebt heel veel soorten natuurlijk, maar het is vaak het eigen gereide narcistische soort. Je hebt zoveel verschillende ondernemers. Ja, je hebt ook zoveel verschillende bazen. De ondernemer waar ik van hou, excuus hiervoor. De ondernemer waar ik van hou is degene die het doet vanuit zijn hart. En ervoor zorgt dat de economie zoomt. Mm-hmm. Dus niet alleen maar aan zichzelf denkt, maar ook aan die hele wereld eromheen. He, dus geen ellebogenwerk van nou alles voor habbekrats en we gaan harken. Maar dat het gaat om samenwerking en het kippenvelmoment wat je samen beleeft. Ja, en dat kan natuurlijk voor iedereen anders zijn. He, ik krijg kippenvel als de muziek keihard speelt en ik voel de bas overal en ik zie tevreden mensen die aan het kauwen zijn en aan het feesten en zichzelf verliezen. Ja, ik ken voor iemand anders. Is dat niet heel raar om altijd op feesten rond te lopen, maar eigenlijk niet te kunnen meefeesten, maar er wel bij te zijn? Ja, dat is zalig. Dat is heerlijk. Je bent er wel, maar je bent er niet. Ja, dat is zo zalig. Want je hoeft niks. Je moet wel. Dan met er zijn. Ja. Als het misgaat, het is ook zalig. Als het misgaat, mm-hmm. dan kan je laten zien dat je de reddende engel bent. Ja. Maar dan komen we toch weer terug bij de vreemde eend in de bijt. Het is heerlijk om de vreemde eend in de bijt te zijn. Ja. Ja. Ja, dat waarom is dat zo lekker? Omdat je kan natuurlijk leven en constant go with the flow. En dan is het leven wel leuk, maar... dan is het een ei zonder zout. Mm-hmm. En als je een beetje anders doet en anders bent en anders denkt... dan heeft het allemaal zin. Oh, dit gaat wel heel ver. Ja, heel erg over nadenken. Ja, hoor je die kerkklokken? Ja, dat dit wordt een heel raar interview. Nee, is heel leuk.
Wat is de grootste missen, fout, mislukking? Niet allemaal, maar... Ja, dan gaat het toch weer in het relationele. Dat je... qua events hebben we mazzel gehad, of in ieder geval hebben we het geluk afgedwongen dat het nooit fout is gegaan. Mm-hmm. Tuurlijk heb je wel eens dat de sfeer er niet is, dat men bijvoorbeeld bang is voor de baas. Of er gaan koppen rollen, of je zit midden in teambuilding iets en ja, je gaat met de mensen weg terwijl ze net zijn afgebroken. En ze worden pas de volgende dag weer opgebouwd. Reis de commando-wereld natuurlijk, het bedrijfsleven. Dus wat dat betreft heb ik nooit spijt gehad, maar grootste misser. Ja, ik ben een mens, ik ben het meest tevreden als iedereen om me heen blij is. Ik ben een pleaser. Mm-hmm. Dat zit in mij. En je hebt soms mensen in je team, die, of stagiaires, die het licht niet zien. Ja. Waarvan het glas half vol is. Maar hoe kan het zijn dat je dat niet gezien hebt als je ze aanneemt? Dat vraag ik me dan altijd af. Ja. Ik denk dat je pas mensen echt leert kennen als je of kinderen met ze krijgt, of met ze op vakantie gaat, of een maand of twee met ze hebt gewerkt. En dan niet de eerste maand. Niet de eerste maand, ook niet de tweede maand. Dan pas komt de ware... Dan zijn ze vrij, denken ze dat ze het snappen en dan beginnen ze hun ding te doen. Ja. Maar wat soms wel kan helpen... Ik heb laatst iemand bij mij laten komen om het team door te lichten. En dat was fantastisch. Dat was Talent First. Ik weet niet of je hem kent. Huub. Ja, dat was geweldig. En dat hielp ook zo. Want iedereen die kwam achter van hoe je op dit moment erin stond. Ja. Maar ook waar je talenten waren. En op een gegeven moment krijg je ook dat mensen elkaar vinden. Puzzelstukjes elkaar vinden. Ja, wie gaat het snappen van elkaar? Ja. En wat dus bij mij zo bijzonder was dat je hebt vier kleuren. Ja. En één kleur ontbrak gewoon bij mij. Was er gewoon helemaal niet. Nul. Wat betekent dat? Ja, dat was blauw. En dat stond voor rust, reinheid en regelmaat. En voor als Huub dit ziet... Dan heb je Huub voor nodig. Voor mij stond het meer voor logica. En één kleur was 100%. En dat was dus creativiteit. Dat was geel. Nou ja, ik denk dat als het... Ja, als... Maar het is toch een soort tegenstelling. Overvol. 17 jaar hetzelfde werk doen, maar ondertussen... Ja. Maar het is nooit hetzelfde werk. Nee, het is nooit hetzelfde werk. Want om een voorbeeld te geven... je kan wel zeggen van ja, het is een standaard programma met een rondvaartboot. Maar je hebt zoveel soorten rondvaartboten. En je hebt zoveel soorten routes. En ook de mensen in de boot kunnen ook heel verschillend zijn. Ik heb één keer een rondvaart gehad met halve groep echt hele orthodoxe Joden. Mm-hmm. En de andere helft Duitsers uit het foute jaar. Nou, dat is een bijzondere combinatie. En dat zit dan op één boot. En dat moet verplicht een uur daarin blijven. Want ja, dat had... Er waren twee toeristen. Nee, toeristische groepen waren dat. Ja. En dat was gewoon ingeladen. En dat was eigenlijk niet eens met puur Amsterdam. Maar toen het nog gids was. Dat moment mee te hebben mogen maken. Ja. En ik wil niet zeggen dat ze gebroedelijk weer de rondvaart uitgaat. Maar het kan altijd anders. Het kan altijd anders. En de mens is anders. De samenstelling is anders. En... als je de referentiekader pakt en de mensen betovert voor dat ene moment of die ene middag. Oké, maar hoe los je zoiets op? Ja, kijk, 60-jarige Duitsers. Ja, dat was niet puur Amsterdam. Dat was toen ik nog gids was bij de rondvaart. En zoiets valt niet op te lossen. Nee. Zoiets moet gewoon gebeuren. Of de Duits, gewoon zeggen, jij gaat daar zitten, jij daar en dan om. Kijk, uiteindelijk zijn dat wel de dingen die je onthoudt. Ja. Ik ben geobsedeerd door dingen onthouden. Ik heb ook als motto voor het bedrijf beleven, genieten, onthouden. Ik vind het ook belangrijk dat mensen op dat moment ook iets bijzonders doen en daarvan genieten. Maar ze moeten het vooral onthouden. Anders is het weggegooid geld geweest. Daar moet je jaren later nog over praten. Ja. Ja, daarom, als we het dan weer over de gezinssituatie hebben, is kinderen is fantastisch, maar het wordt eigenlijk alleen maar leuker als we het ook echt onthouden later. Ja. Wat hoop je dat ze gaan doen later? Um, of
is dat een... Ja, ik heb twee jongens. Ik heb twee jongens. Eentje, twee blonde 16 jongens. 16 voetballen, geloof ik. Ja, eentje die is nu 8 en eentje is 9. En ja, die jongste, die lijkt op mij. Dus die heeft het niet makkelijk in het leven. Die is creatief en fantastisch. En ik hoop dat hij mijn kant op gaat. En de andere, ja, dat is het evenbeeld van zijn vader. Dus ja, we laten ze samen gewoon puur Amsterdam. Of ze willen of niet. Ja. Maar ja, waarschijnlijk... It's your destiny. Waarschijnlijk wordt hij een soort Wesley Snijder, die oudste. Dus ja, hij gaat gewoon zorgen voor een goed pensioen voor zijn moeder. Oké, okay, dat is ook handig. Heb je dat niet geregeld dan, pensioen? Nee. Het bedrijf is het pensioen. Ja, dus je moet het wel. Ik ga nu ook een wintersport en ik heb ook geen ondernemersongevallenverzekering. Nee, maar dat is ook ja, want ik heb ooit een keer gelezen van, ja, ook al ga je op je muil, als je dan op een gegeven moment nog kan lumpia vouwen, dan laat ze je dat doen, hè, dan krijg je toch niks uitgekeerd. Dus ik denk van, ja. Nee, je betaalt helemaal voor Jan Joker, betaal je ja, premie. Ja. Ja, dit wordt ook niet gesponsord door de verzekeringsbranche. Nee, ik dacht dat Achmea die Forma sponsorde, maar okay. Ja, dat is nu over. Oké, okay, gelukkig. Ja. Okay, gelukkig. Ja. Als we kijken naar, nog even een heel klein zijstapje terug naar in Holland. Ja, ja. Oh ja, daar waren we. Heb jij daar nu nog contacten mee, alumni-netwerken? Ik heb stagiaires van in Holland, hele okay. Goede stagiaires. Dus je bent die, wel echt ja. Betrokken, zeg maar. Ik geef gastcolleges daar. Ja. En dan vooral voor de kunst, cultuur en educatie, dacht ik. En ook voor de evenementenwereld. En dat is al mooi, dan kom je weer terug eigenlijk in het verleden. En mijn gevoel bij in Holland is, ik vond het een mooie wereld. Mm. Het was, ik heb het dan over, nou pakweg, ja, je noemde het 17 jaar geleden, nou ja, 20 jaar geleden. Het is een soort sesamstraat gevoel als ik daar ben. Allemaal jonge mensen van allerlei kleuren en allerlei rassen en allerlei achtergronden die zichzelf slimmer maken. Ja. En natuurlijk zie je ook soms een beetje lamlendige types ertussen zitten. En dan heb ik het niet alleen over studenten, maar ook over docenten. Ja. Maar die heb je overal. Ook bij ondernemers, maar die redden het niet zo lang, denk ik, als in de schoolwereld. Ja. En... ja, toen heette het nog Hogeschool Holland. En ik vond het wel een verademing daar. Ook omdat ik ben informatieverslaafd. En ik vond het heerlijk. Wat is dat? Ja, dat ik wil constant absorberen. Nieuwe dingen leren, verbaasd worden door dingen. Heb je ooit wel eens een uur niks gedaan? Nee. Ja, net. Ja, oh, je wacht. Nee, ook niet. Dan zit je ondertussen te bellen en te mailen. Kan je dat? Het zou wel goed zijn. Mm-hmm. Hoe heet die Paulo Coelho? Hoe heet die gast? We hebben het ook, weer? Weet ik niet. Maar we hebben het er ooit wel eens over gehad. Weet ja, je ik moest voor jou. Ja, jij ging mij stalken. Of dan heb je nu al vrijgenomen. Ja. Het was wel een ja, maar ja. Nou, in ieder geval Paulo Coelho, waar ik het over had. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Die had toen in een van zijn boeken... had hij toen beschreven dat hij 3 uur lang in de tuin niets deed. En alleen al het lezen werd ik al helemaal onrustig van. Denk ik, wat een gezeik. Zo leuk als die man is. Maar ja, die 3 uur had je ook aan allerlei andere fantastische dingen kunnen besteden. Je krijgt geen energie van niks doen, je krijgt energie van veel doen. Ja, en juist des te meer ik in een leven stop, mm-hmm. Des te beter het gaat. Ja. Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd als ondernemer? Dat blauw nodig is in je leven. De rust, de reinheid en de regelmaat en doen wat je belooft. Dat het verschil maakt of je het redt 1 jaar of 20 jaar. Dat is, en een goede boekhouder. Een goede boekhouder. Dat is niet jouw ding, denk ik, boekhouding. Nee, ik heb een schat van een boekhouder. Helemaal nu zijn snor eraf is. Echt, het is een schat van een man. Hij is echt heel, heel goed. En die snapt het. Wat is de belangrijkste factor in ondernemerschap? Passie. Mm-hmm. Het is niet echt boeddhistisch om het te hebben over concurrenten, maar we zitten in de evenementenbranche in Amsterdam. Dat is één grote slangenkuil. Ik weet zelfs van collega-ondernemers dat die verplichten hun stagiaires constant op onze Google-advertenties te drukken. Hè, dus om even aan te geven wat een maffiapraktijken er zijn. Ja. En ja,
uiteindelijk degene die overblijft zijn niet de gasten die constant naar de concurrenten kijken en elkaar proberen pootje te haken. Degene die overblijven zijn de mensen die 's nachts om 5 uur nog blij worden van iets creëren en het opschrijven en het vanochtend... Gewoon hun eigen weg volgen. Ja, we hadden best wel vroeg afgesproken, maar ik ben toch om 6 uur opgestaan. Ja, vond ik best wel. Maar, mevrouw moest om 10 uur binnen zijn hier, ja. Weet je. Vroeg. Ja, maar ik kom natuurlijk van Boerenland. En ja, in ieder geval vanochtend ben ik dan een programma aan het maken. Hè, compleet met een afscheid van iemand. En dan lijkt me fantastisch om te eindigen bijvoorbeeld met een hele grote taart waar finito op staat. Hè, dat we dat dan in stukjes gaan hakken. Nou ja, als je dat nog steeds leuk vindt om te doen, om daar vroeg voor op te staan, dan red je het volgens mij. Dan red je het. Ja. En dan gaat het dus niet om het hebben, maar om het beleven, genieten, onthouden. Amen. Dankjewel. Dat was hem. Of niet? Dan ga je net dat mooie laatste moment. Dat was hem. Toch van die mensen die lopen meteen uit beeld weg. Weet je, dat nee, dat was hem. Amen. Net die laatste seconde was zo mooi. Amen, ja. Dankjewel. Oké. Okay. Ik vind je leuk. Dat houden we erin. Are you happy? Ja. Ja? I am. Ik krijg dus ruzie met mijn man, met mijn personeel, met mijn kinderen. Nou, dit weet ze al. Belangrijke les, volg je passie. Daar kan ik niks aan en je man. En daar kan ik verder niks aan toevoegen. Ja. Tot volgende week bij weer een andere ondernemer op ACE TV. Dankjewel.